Eigenlijk meer service verlenen in kleinere dorpen. En ze helpen eigenlijk daardoor ook andere cliënten, maar ook burgers in de maatschappij. Bezoekers van het pand zien het direct. Ze worden vriendelijk ontvangen. Cliënten merken dat ze in elk geval weer perspectief krijgen. Zo heb ik een cliënt die naar een traumacentrum is geweest en daar enorm van is opgeknapt. Dat ik niet zeg van nou dit is mijn concept, zo werk ik, maar we maken echt een plan op maat. Van de innovatieactiviteit merken cliënten op individueel niveau wel een heleboel, maar regionaal gezien is mijn bereik beperkt omdat ik ZZP'er ben. Wel werk ik veel samen met andere organisaties, waardoor die organisaties ook kennis maken met, met wie ik ben. Ik zou in de elevator pitch naar voren hebben laten komen een cliënt van mij die kan vertellen wat de begeleiding met hem gebracht heeft. Ik zou met de innovatiebonus aan het werk willen gaan, juist met mijn mede-zorgverleners. Omdat ik vaak in de praktijk heb gemerkt dat cliënten met een psychiatrische achtergrond, een traumatische achtergrond, mensen met autisme, vaak meer nodig hebben dan alleen maar een douchebeurt of een steunkousje aantrekken. Eenvoudige handelingen. Een zorgverlener zit in een bepaalde routine, waardoor als die bij mensen binnenkomt, zijn werkzaamheden doet en dan meteen weer weg is. Deze mensen hebben juist meer nodig dan alleen maar de handeling. Die hebben het nodig dat ze vertrouwen is, dat ze even de tijd nemen. Juist bij deze mensen zou je eigenlijk een kopje koffie moeten kunnen drinken. Hoe ik de vernieuwing vasthoud is eigenlijk door te zorgen dat ik niet in mijn routine zak. Dus door steeds opnieuw mijn cliënt als uniek te zien, maar ook mij als hulpverlener of zorgverlener, ben ik uniek en ik mag mijn unieke kwaliteit in mijn werk leggen. En dat geldt ook voor de cliënt. De cliënt mag uniek zijn en die hoeft niet te doen wat iedereen doet. Maar die mag gewoon zichzelf zijn. En als je gewoon jezelf bent, dan doe je precies de dingen die je moet doen. En dan klopt alles. En als het niet klopt in het leven van mensen, dan is dat omdat er ergens spanning zit, of dat er ergens iets hapert of niet oké is. En dat is wat ik in mijn begeleiding doe. Daarmee ga ik aan de slag. Daarmee hou ik de vernieuwing vast. Het brengt mij zelfstandigheid, zelfvertrouwen, dingen die ik vroeger niet wel deed, maar een tijdje niet meer kon. En dankzij de methode van de Innerworld kan ik dit weer. Ja, wat de jongens en meiden merken is dat er weer perspectief komt. Je moet je voorstellen wanneer je op straat komt en je hebt schulden, je hebt een verstandelijke beperking, je kunt nergens meer terecht, er is geen netwerk. Ja, dan wordt het erg moeilijk. Dus ik heb bij de opvang gewerkt, bij de maatschappelijke opvang, in de dakloze opvang, en dan zagen we steeds jongere cliënten binnenkomen en we kregen ze moeilijk doorverwezen omdat er niks is. Wat wij eigenlijk doen is zorgen dat er een woning komt waar iemand alleen kan wonen. Omdat deze jongens ook vaak nog gedragsproblemen hebben en alles. En dat je eigenlijk zo'n leefomgeving creëert waarin ze eigenlijk kunnen leren en leven. Die woning die voorzien wij ook van meubeltjes en die knappen we samen met die jongens op. Dus het is eigenlijk echt hand in hand begeleiding. Wij van Twist geloven dat het niet alleen met gesprekken te redden is. Je moet echt naast die jongens gaan staan. Nou, de innovatiebonus heeft ons gebracht als Twist dat we de dingen kunnen gaan waarmaken waar we voor staan. Dat we meubeltjes kunnen kopen, dat we bijvoorbeeld de eerste huur of een borg, dat we die vlot kunnen trekken. Zonder dat we er allerlei formulieren voor in hoeven te vullen bij de gemeente. Kijk, en dat er ruimte is straks voor gesprekken bij de gemeente om zeg maar dit te gaan borgen zodat het een vaststaand feit wordt. En verder hebben we een bus gekocht van de innovatiebonus, dus dat is ook wel goed. Ja,
innovatie moet hem volgens mij zitten in vernieuwende zorg. En dat is wat wij bieden. Met deze vorm van begeleiden en wonen willen we echt de gemeentes in de regio laten zien dat het gewoon veel goedkoper kan dan bijvoorbeeld een beschermde woonvorm. Is mee een derde van het geld, krijg je betere zorg. En ja, dat is volgens mij waar het allemaal om te doen is. En het is niet alleen, ja, het is sowieso stukken beter voor de cliënt. En ja, daar doe je het voor. Cliënten die merken van de ingediende innovatieactiviteit is dat ze elkaar kunnen gaan ontmoeten, dat ze een maaltijd kunnen bakken, dat ze hun vragen kunnen stellen aan medewerkers die geschikt zijn om ze te beantwoorden. En het is eigenlijk een hele laagdrempelige voorziening waar we hopelijk heel snel en heel laagdrempelig alles op kunnen pakken waar mensen met een beperking vragen over hebben. De innovatiebonus heeft ons gebracht dat we van vaste steunpunten naar een mobiel steunpunt kunnen gaan. En dat is de bus. En de bus gaat in allerlei kleine dorpen op marktpleinen staan. En we proberen daar hele laagdrempelige hulpverlening te bieden aan mensen met vragen. En welke vragen dat dan ook zijn, dat maakt eigenlijk niet uit. Allemaal kunnen ze gesteld worden. We houden innovatie vast door binnen de kleine dorpen het concept uit te proberen. Uiteindelijk te vergroten naar de rest van West-Brabant. Maar ook naar Midden-Brabant en Oost-Brabant. Om zo de samenwerking en de verbindingen met andere organisaties te behouden. Het eerste ontvangst. Want de medewerkers achter de balie zijn vrijwilligers die of langdurig thuis zitten, geen perspectief hebben, geen dagbesteding. Hier kunnen ze leren in contact treden met mensen. Welkom in de Egelantier, waar bent u nou op zoek naar de huisarts? Ze kunnen begeleiden met activiteiten die wij organiseren op vrijdagmiddag met senioren. Ze komen in contact met senioren die hier wonen, ook met de doelgroep jongeren, jongeren met gedragsproblemen. Dus ze leren allerlei verschillende mensen kennen in die ze met hand- en spandienst kunnen ondersteunen. Het belangrijkste is dat wij meer aandacht hebben gekregen voor dit project. En met de middelen kunnen wij dat ook verder professioneel gaan uitbreiden. Vooral gericht op trainingen en cursussen voor de vrijwilligers, zodat ze het vak van gastheer, gastvrouw en baliemedewerkers gewoon eigen kunnen maken. Dat ze een stukje perspectief hebben. En het andere is dat wij alles vanuit eigen middelen hebben voorbereid, dus zonder enkele support. En nu kunnen we het eindelijk professioneel inrichten. Wij houden hem vast door extra aandacht te vragen aan de 8 organisaties die in het pand zitten. Want we vinden het belangrijk dat het hele innovatieproject gedragen wordt door de 8 zorginstellingen. Dus niet alleen Connection. Dus zij zijn de dragers en dat proberen we uit te dragen naar de toekomst. En dat hopen we vast te houden en dat gaat vast en zeker lukken. Ik heb niet zozeer een activiteit ingediend als innovatie, maar mijn manier van werken is vraaggericht in plaats van aanbodgericht. En dat hoor ik terug van de cliënten, dat ze dat heel prettig vinden. Dat we echt samen een plan op maat maken. En dan kijk ik of ik als ZZP'er alles zelf oppak of dat ik ook voor bepaalde deelvragen expertise van collega ZZP'ers inschakel. Nou, mijn visie van Up to You totaalbegeleiding is eigenlijk opgesplitst. Up to You betekent het vraaggericht werken. Totaalbegeleiding staat voor dat ik alle vragen meepak op alle levensgebieden. Ik zou dan een cliënt of meerdere zelf aan het woord willen laten om ze te vertellen van wat maakt nu het verschil bij andere zorgaanbieders uit het verleden of hoe ik werk. En het feit dat ik gewoon heel laagdrempelig bereikbaar ben. Dus mijn telefoon staat eigenlijk altijd aan. Ik reageer veel. Ik probeer ze ook, als ik er niet ben, toch te supporten door een keer een appje te sturen. En met de honden neem ik ook geregeld mee. Dat is dierondersteunende interventies. En ik ga veel oefensituaties opzoeken. Het kan in huis zijn, maar ook buiten huis, in de natuur, in de stad. Gaan we erop uit. En dan kijken we net wat het doel is. En onderweg hebben we vaak goede gesprekken. En kunnen we echt dingen gaan oefenen. Ik denk als ik echt een geldbedrag had gewonnen, had ik goed over nagedacht. Van nou, wat zou nou nog een meerwaarde kunnen zijn voor de jongeren die ik begeleid. Misschien wat materialen.
Ik probeer mezelf scherp te houden door meerdere keren per jaar toch cursussen of opleidingen te doen. En ik ben aangesloten als ZZP'er bij Vragenkracht. Dat is een franchiseorganisatie. Die werken vooral systemisch in de gezinnen. En dat inspireert mij. Elke week komen we bij elkaar, hebben we intervisie echt op het proces van waar zit ik als werker in een bepaalde casus. En daar blijf ik van leren. En zo word ik weer elke keer geïnspireerd om vast te houden en vernieuwend te blijven. Een paar jaar geleden kwam een cliënt naar me toe, een cliënt van SDW, van Ramon, ik wil graag ervaringen delen om zo anderen te helpen. En zo is MET ontstaan. MET staat voor Mijn Ervaring Telt, een pool van ervaringsdeskundigen, ieder met zijn eigen ervaringen. En die delen ze met bijvoorbeeld gemeentes, met scholen, maar ook binnen SDW, bijvoorbeeld in gastles te geven, of, maar ook de dienstverlening van SDW te verbeteren. Met deelt ervaringen. Wij delen onze ervaring met scholen, vooral in de collegezaal hier. Mm-hmm. En het zijn hele diverse mensen, zoals mensen in de rolstoel of mensen met syndroom van Down. Maar bijvoorbeeld, ik doe het ook en eigenlijk zie je aan mij niet dat ik een beperking heb. Waar ik trots ben op MET is dat ervaringsdeskundigen meedoen in de maatschappij. De ervaringsdeskundigen ontwikkelen zich, ontplooien zich. En dat zie ik ook bij jou, Agnes. En ik denk dat jij een mooi voorbeeldje kan noemen. Ja, ik heb het idee dat ik meetel in de maatschappij en dat ik in de samenleving. En ik heb een presentatie mogen geven, daar ben ik heel trots op. En ik leer met het openbaar vervoer reizen. Stel je voor dat we extra geld hebben, Agnes. Wat zouden we dan doen? Meer trainingen volgen en scholingen. Mm-hmm. En dat we bij MET vaker open kunnen zijn. Mm-hmm. En dat we ons verder kunnen ontwikkelen. Binnen MET hebben we nog best wel ambities. Samenwerken met andere organisaties om daarin nog groeien. Ik zie ook nog ervaringsdeskundigen opleiden, Agnes, dat we daar nog veel aan moeten trekken. Maar ik zie echt wel een hele mooie toekomst. En we gaan er samen tegenaan. Yes!